We zijn aan het zoeken hoe kunnen we mensen een beetje gelukkiger maken. Deze app is inmiddels een groot succes. Er zijn heel veel gesprekken geweest met jullie, de klanten. Inmiddels werken ongeveer 350 organisaties met ons groepszorg. Wij doen dit omdat we jullie willen helpen met het behouden en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het is voor ons ongelooflijk belangrijk dat we ons verbinden en verdiepen in onze klanten. En dat betekent dat iedereen bij ons in de marktgroep ook contact heeft met klanten. En vanuit dat contact gaan we met onze klanten en onze gebruikers in gesprek over wat belangrijk is voor hun. Hoe ziet hun dag eruit? Waar zijn ze mee bezig? Wat is wel belangrijk? Wat is niet belangrijk? En die informatie nemen we weer mee en die verwerken we weer in onze oplossingen. En daarmee hopen we dat we trotse gebruikers kunnen realiseren. Vorig jaar waren we eigenlijk positief verrast door de invulling en de aanpak van de klantendag. Dus ik heb nu gewoon weer twee nieuwe collega's meegesleept. Nieuws, ontwikkelingen, collega's van andere organisaties, ervaringen uitwisselen. Meer informatie over Karen gehad en roosteren, flexpools. Boeiend. Het is super mooi hier, dus het was echt leuk en inspirerend ook om hier rond te lopen. Ik heb veel klanten gesproken ook over groepszorg, het product waar ik aan werk. En veel feedback er ook van mogen ontvangen. En daardoor heb ik weer volledig zin om aan ons groepszorg te gaan werken. Ik hoop nu dat de klanten weten waarom ik het financieel dashboard heb gemaakt. En daarnaast dat ze ook volgend jaar allemaal aan de gang kunnen met het nieuwe product. Voor de medewerkers op de werkvloer om die in hun kracht te zetten en om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Mensen die in hun kracht zijn, die doen hun werk beter, die hebben er meer plezier in. Dus dat mes snijdt eigenlijk aan alle kanten.